is niet zonder risico. Daar moeten we niet flauw over doen. Maar over de risico's ervan bestaan veel misverstanden. Wat betekent risico eigenlijk? Soms gaat het om koershommelingen, waardoor de evolutie van uw portefeuille misschien een tijd lang in het rood duikt. Maar het kan ook dat u op lange termijn niet genoeg verdient met uw belegging. En dat de waarde van uw kapitaal op die manier uitgehold wordt. U ziet, er zijn verschillende manieren om naar risico te kijken. Elke definitie vraagt om een verschillend antwoord en verschillende oplossingen. Een risico betekent lang niet voor iedereen hetzelfde. Trouwens, er zijn ook risico's waarvan u helemaal niet hoeft wakker te liggen. Door te kiezen voor een ruime mix van verschillende types beleggingen, kan u zelfs met een klein instapbedrag toch een zeer grote mate van risicospreiding over heel veel aandelen, obligaties enzovoort bereiken. Wie belegt, moet in de eerste plaats op lange termijn durven denken. Ga er niet vanuit dat beurskoersen constant stijgen. Wisselkoersen, politiek tumult, ondernemingsresultaten. Als belegger krijgt u met heel wat onzekerheid af te rekenen. Het komt erop neer het hoofd koel te houden en uw doel voor ogen te houden. Geduld is, zeker bij beleggingen, een schone deugd. Hoe langer de periode waarin u belegt, hoe minder de korte termijn schommelingen op uw portefeuille zullen wegen. Denk eraan dat een lange termijn perspectief u het meest zekerheid biedt op een mooi rendement. En nog een tip? Hoe vaker u kijkt naar uw portefeuille, hoe meer risico u ziet. Het leven is meer dan beleggen alleen. U hoeft niet elke dag de koersen te volgen. Tot slot nog dit. Iedereen is verschillend. Sommige beleggers geven geen krimp, anderen panikeren wanneer de beurs bokkensprongen maakt. Ga daarom eerst na hoeveel risico u aan kan. En denk er alvast eens over na hoe lang u uw geld kunt missen. We kunnen u daarbij helpen. Wilt u graag uw beleggersprofiel bepalen? Of heeft u andere vragen over uw geld? Ga dan gerust eens langs bij uw Kreelandkantoor.